Durft de staatssecretaris de deal met Marokko nog met droge ogen een succes te noemen? En zo ja, waarom? Ja, voorzitter, dat durf ik. Dus dat doe ik ook bij deze. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dank u wel. Als naar verwachting er 1000 asielzoekers minimaal per week ons land binnenkomen, dan snap ik niet goed waar de euforie voor mij vandaan komt en het succesgevoel dat er enkele tientallen sinds januari laissez-passer of uitzettingen hebben plaatsgehad. Maar dat is des staatssecretaris. Komt u tot een vraag? En mijn vraag is, ik lees in dat artikel wat de aanleiding was voor dit vragenuur, deze vraag van mevrouw Piri, dat het niet op konto van gebrek aan medewerking van Marokko geschreven kan worden. En dat we ook naar dienst terugkeer en vertrek moeten kijken. Mijn vraag is, wat heeft dienst terugkeer en vertrek nodig om wel effectief uit te kunnen zetten? Of is de constatering in dat bewuste artikel niet juist? De staatssecretaris. Voorzitter, er zitten een paar percepties achter de vraagstelling van de heer Bisschop die niet kloppen. Er komen niet minimaal 1000 asielzoekers per week binnen op dit moment in Nederland. Dat is één. Twee, we hebben het hier over Marokkanen. Dus we hebben het niet over de asielzoekers. We hebben het hier specifiek over de groep Marokkanen. Daarvan heb ik gezegd dat zijn er op dit moment in de caseload 770 waaraan gewerkt wordt. Dus daar beperkt zich het toe. Niet alle reguliere asielzoekers uit alle andere landen. Dat is twee. Drie, de DTV heeft nodig dat wij één, geen belemmeringen hebben als het gaat om uitzetting, met betrekking tot bijvoorbeeld besmettelijke ziektes. Dat was COVID. Dat is nu geregeld sinds oktober. En er is nog een wet in aantocht op voorstel van uw Kamer, de heer Brekelmans, om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst niet tegels kan worden gebruikt. Vier, wat we nodig hebben, is vaststellingen van identiteit en laissez-passer van Marokko. Daar werkt Marokko aan mee. En vijf, dan moeten we vervolgens weten waar de mensen zitten. En dat kan sinds november vorig jaar weer, omdat we sinds november vorig jaar van de Raad van State weer toestemming hebben gekregen om mensen vast te zetten. En daarom zitten er dus nu 203 van de 395 vast. De heer Bisschop. Voorzitter, het moet me toch een beetje van het hart. Ik vind dat de staatssecretaris echt het probleem bagatelliseert. Er zijn ramingen over instroom, immigratie. De staatssecretaris wuift het een beetje weg. Nee, het gaat hier alleen over Marokkaan. Natuurlijk, dat weet ik ook. Maar als je dan met zulke geringe aantallen zo blij bent, want het werkt. Nee, dan moet je toch de conclusie trekken dat tot nu toe, in elk geval, dat akkoord niet heeft gewerkt. Ik zou willen dat de staatssecretaris, en ik wil hem ook vragen om dat daadwerkelijk te doen, de ernst van de situatie echt onder ogen ziet en het niet meer wegwuift en niet bagatelliseert. De staatssecretaris. Ik bagatelliseer helemaal niks. Ik waai helemaal niks weg. Ik werk me Ik werk best hard om hier stappen in te zetten. Ja, ik moest even zoeken naar parlementaire woorden, voorzitter. Dit was heel netjes. Dus daar is helemaal geen punt van discussie over. Alleen ik word naar deze Kamer geroepen omdat de PvdA aangeeft er worden nog onvoldoende Marokkanen uitgezet. Dus daarom beperk ik mij in dit debat tot de Marokkanen discussie. En morgen zitten we weer met elkaar in een kamertje hiernaast te praten over wat wij doen op het gebied van Europa om ervoor te zorgen dat we instroom beperken op het gebied dat wij controle krijgen op migratie. Vandaag ging het debat over Marokkanen en daarom heb ik me daar ook toe beperkt in mijn beantwoording, voorzitter.